What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into something. Javier Guzman, Dieren. Let's jump in. Let's check it out together. See what we got. You wanted it. Natasha, I appreciate you for the request. Let's go. Nou, ik ga je een voorbeeld geven. We waren op een gegeven moment naar de dierentuin. En druk, jongen. En zo fucking druk. Nee, maar echt, het was zo druk dat je die mens... Weet je, kleine beesten in kleine hokken, die zag je gewoon denken, wat hebben die mensen weinig ruimte. Zo druk was het. Nee, maar echt fucking druk. Op een gegeven moment kwam er een vrouw naar me toe, helemaal in paniek. Ik ben mijn kind kwijt! Help, ik ben mijn kind kwijt! Rustig, rustig! Hoe zag je eruit? Hij is een beetje plat. De rode haarde van een frilletje. Zaas erin. En er mis drie vingers. Ben je echt terug? Ik zou het wel opnieuw proberen, maar als... Nou, als ik iets heel onnatuurlijks tegenkom, we bellen. Nou, ik wilde gewoon kijken of we dezelfde dieren leuk vonden. Nou, de stokstaartjes vonden we allebei schattig. De krokodillen vonden we allebei heel stom. Jongetje kwamen we later tegen, ook allebei weggerend. Maar waar ik heen wil, op een gegeven moment waren we bij een gorilla's. En er was een gorilla, die was zo tegen het hek aan het hangen. Zo. Nee, maar ik heb echt nog nooit zoiets depressiefs gezien. Deze was gewoon op de sluitingstijd aan het wachten. Het was er een moeder en een, denk ik, een jongetje van een jaar of vier. En zei dat jongetje, mam, wat doet die aap? Legitieme vraag. Het is een legitimate question. Ik lieg niet, hè. Die is aan het chillen! He's just chilling. En toen deed die aap in de ogen van die vrouw iets heel raars. Want die ging zo naar het midden van het hok. En die, ja, die ging toen gewoon schijten. Nou, dat vond ze gek. En toen zei ze tegen de kind, ja, wat een raar beest, hè, lieverd. Maar ja, het blijven wel wilde dieren. Huh? Sorry, maar als dat een wilde gorilla is, hè, hoe poept een tamme dan? Ziet toiletpapier, trekt die door. Wat denkt zo'n vrouw dat als ze op safari is in Afrika, dat ze in een jeep zit en dat er van achter een boom een leeuw in een ochtendjas verschijnt? Hallo! Wat zoek je? Wilde dieren. Nou ja, daar. Brrr. Ja. Ah, kut, ze komen deze kant op. Mag ik even bij jullie in de auto? Nou ja, het blijven wel wilde dieren. Je bent toch geen debiel? Ik heb ruzie gehad met die vrouw in het dolfinarium. Die wilde mij wijsmaken dat ze een goede band had met die orka. Die ze verzorgde. Ik zei, sorry? Nou, leg uit. Het begon ze nog uit te leggen ook. Zei ze, iedere ochtend... Als ik met de emmer vis bij het bassin. Dan komt hij naar me toe gezwommen. You think? En toen. Nou, dan herkent hij me toch? Nee. It means he recognizes fish. Ja, hij denkt, oh, daar heb je dat viswijf. Dan zou het. Hoezo herkent hij je dan? Nou, hij komt toch naar me toe? Ik zei, nee, mens. Hij ziet gewoon iets glinsteren en denkt, oh ja, dan komt er vis over de reling. Dat denkt die orka, als hij überhaupt zoiets denkt. Dus nou, nee, maar als ik erin spring en ik ga met hem zwemmen, dan vindt hij het hartstikke leuk. Ik zei, jij springt in een bassin met een levende orka erin? Ja. Ik zei, dan ben je niet goed bij jou. Yeah, you crazy. Ze hebben jullie gezien hoe orka's jagen? It's a killer whale for a reason. Ik zei, nou, die pakken dan een zeehond en die... They play with their food. My God, people don't know these things. They throw penguins around and play with their dead bodies like they're old friends. Die gooi ze zo 17 keer omhoog. En zei, huh? Nou, als ik aan zijn vin hang, vindt hij het anders hartstikke leuk. Ik zei, nee, waarschijnlijk denkt die orka ook dat wij het niet goed bij de hoofd.
Hij denkt dat ik het maar toelaat, anders vuug ze straks in mijn emmer. Dat denkt die orka. Ze gooien die zeehonden 17 keer omhoog, totdat het beest helemaal naar de kloot is. En dan doet die orka. Ja, dan zie je dus heel veel bloed. Heel veel darm. Ja, ik vond dat vroeger een verschrikkelijk gezicht. Nu weten we gelukkig dat die zeehonden alleen maar denken, nee, we zijn een band aan het opbouwen. I didn't want it to end. I'm not gonna lie. I didn't want it to end. Absolutely hilarious. I love dark humor, first and foremost. I like people that are just random with what they say, and they're not afraid to say the things that they want to say. Absolutely priceless. 100%. Javier Guzman, get over, show him all the love of the world. Go show Wings of Freedom the love for the subtitles. I appreciate the reaction request. 100%. We need to go on a journey. What are some other great ones from Javier? Let me know down below. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Until the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, highly safe. Let me to the moon and back. Peace.